Ja, recht vooruit kijken. Mooi dit. Mooi. Wauw. In Beeldmakers gaan we op pad met diverse fotografen en videografen om de fijne kneepjes van het vak te leren. We hebben het over van alles. Technieken, gear en natuurlijk over de passie voor het perfecte plaatje. Welkom bij Beeldmakers. En vandaag kijken we mee met niemand minder dan Brandon de Klerk. Brandon is een creatieve duizendpoot en heeft de fotografie met de paplepel ingegoten gekregen door zijn vader. Hij is een mixed media artist en is dus van alle markten thuis en daarom heeft hij ook allerlei mensen voor zijn lens gehad, zoals Angela Schijf en Johnny de Mol. En samen met zijn model Abel is hij al begonnen met shooten, dus laten we snel gaan kijken. Heb je al met nieuwe dingen bezig, Abel, of niet? Je merkt gelijk aan Brandon dat hij een mensenmens is. We zijn hier natuurlijk om foto's te maken, maar hij is ook echt geïnteresseerd in het verhaal achter de persoon. En die oprechte interesse, die vind ik wel interessant. Je zegt, je hou van roze, hè? Ja. Hier. Even kijken. Kan jij zo doen eventjes? Doe eens. Pak hem eens een beetje. Even naar mij. Maar niet spuiten natuurlijk, hè? Nee. Maar doe eens zo. Oké. Okay. Kijk. Haal hem eens zo. Oké. Okay. Ja, zo vind ik hem gaaf. Zo vind ik hem gaaf. Ja, ietsje hoger. Doe je hoofd ook ietsje lager. Ietsje lager, het spuipers. Sorry. Ja, en kantel je hoofd eens, ietsje schuiner. Ja, mooi dit. Ja. Oké, gaaf. Ja. Terwijl Brandon de resultaten aan Abel laat zien, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het verhaal achter die roze kleur. Ja, hij zei roze. Ik ben gek op roze. Ja. Dus ik zag die roze spuipus, dus dan heb ik die roze spuipus erbij in zijn verhaal. En dan mag hij naar mij toe met die roze spuipus komen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus dan ga ik meteen, reageer ik meteen op. Het is binnenkomen en meteen de hele omgeving scannen. Snap je? Het is echt puur de interesse. Het is de habitat waarin hij zich begeeft. Wat zijn leefomgeving is. Waar hij zich in begeeft als kunstenaar. Het zijn hele kleine dingetjes. Daar ben ik naar op zoek. Ik ben zelf ook mixed media artist. En dat kan in een bepaalde opwelling zijn geweest. Dat je geen tijd hebt gehad om netjes je blikje kolen neer te zetten. Want hierin ook, als we hier naar kijken. Er zitten spetters op. Er gebeurt hier wat. Snap je? Er leeft hier dingen. Er zit een emotie in. Er wordt hier niet netjes gewerkt of lijntjes neergewerkt. Hij is hier wel, hier met die letters is hij heel netjes bezig. Maar, snap je, maar er zit ook emotie zit erin. Ja. En zo'n blikje kolen wat er op de grond ligt, of naast zo'n doos ligt, of wat hier gebeurt, ja, daar hou ik van, snap je? Daar kan zomaar een verhaal achter zitten. Er zit een verhaal achter. Het hoeft niet netjes te zijn. Dat is hetzelfde met mijn tatoeages. Hiero, die zijn al krakkelé, snap je? Die heeft die tatoeëren neergezet. En die tatoeëren ze altijd tegen mij zeggen van Bren, kom terug. Om hem bij te werken. Nee, ik laat hem niet bijwerken. Want dit heeft geleefd, die tatoeage, snap je? Ja. Ik laat hem zo, omdat mijn huid, die heeft hem zo hersteld. En dat laat ik zo. Daar hou ik van. Ik hou van imperfectie. Ik hou van die imperfectie waar hij mee bezig is. Is dat ook echt een misschien wel een handelsmerk of iets waar je jouw werk aan kan herkennen? Nou, er zijn ook wel eens fouten bij mij geweest. Want ik ben zo vaak bezig geweest met opdrachtgevers. En ook met mijn lightshaping en met mijn lichtmetertje en wat dan ook alles. Dat alles moet kloppen. Dat vrienden van mij hebben gezegd van Brandon, we vinden jouw foto's niet mooi. Omdat ze te perfect zijn. Terwijl altijd mijn beelden en mijn portretten waren heel vaak stukjes imperfectie zaten erin. Omdat ze leefden, omdat ze rauw waren. Donker en rauw en noem maar op. En daar ben ik weer terug aan het gaan. En dat vind ik mooi. Brandon heeft weer een nieuwe setting bedacht met een van de werken van Abel. En ook in deze nieuwe setting, in een lastige positie, maakt hij alleen maar gebruik van zijn zoeker. Ik ben bijna geen fotograaf die zo schiet. Dan moet ik altijd mijn bril altijd op hebben, maar ik moet zeg maar altijd door de zoeker heen kijken. Dat vind ik fijn. Ik zeg niet dat het andere fout is. Maar ik vind het wel mooi, Abel, mooi. Kun je kijken, kindertje, een beetje naar beneden? Ja, recht zo. Oké, okay. Helemaal naar beneden kijken, zo, mooi is dit. Oké, mooi. Heel langzaam omhoog met je hoofd. Mooi. Mooi. Kijk ze die kant op. Mooi.
van. Ik denk dat jij heel veel communiceert, Brandon. Is dat belangrijk? Voor mij wel. Ja. Ik vind het gewoon fijn, snap je? Ik wil gewoon samen zijn met degene die ik portretteer. Ja. Weet je, het is iemand neerzetten en maar foto's maken. Ik denk zelf voor diegene is het ook niet fijn, denk ik, dat diegene maar aan foto's maakt. Stel je ervoor, ik zet hem in, ik ga fotograferen en dan. En that's it. Ik zou het niet fijn vinden zelf als ik daar zit. Dus ik zie het echt als een samenspel. Dan kunnen we hele mooie foto's maken. Dus ik weet, als ik het samen met hem doe, maak ik hele goede foto's. Absoluut. Ja. Dus ik heb echt wel zijn hulp nodig, hè? Ook mooi hoe je zo zit. Nu ga ik dichtbij komen. Let op, mooi dit. Nu ga ik heel dichtbij komen. Bijna in your face. Wauw. Ja, hou vast. Mooi dit. Ja, die lens is echt, jongen, die Mark II lens is bloedsnel. Ik merk het gewoon. Er zit echt een verschil met die eerste lens in. Het gewicht, hij is lichter. Vind ik ook heel fijn. Ligt lekker in de hand. Ik merk gewoon, die gewichtsverdeling is stukken lekkerder. En echt, jongen, die autofocus, jongen, die is snel. Poeh, daar word ik echt heel erg blij van. Mooi die kleuren zo erachter. Wat een kijkers. Ja, wat een kijkers. Heel gaaf dit. Top. Fantastisch. We gaan een andere plek opzoeken. De eerste shoot zit er inmiddels weer op, dus ik wil even gaan zitten met Brandon om hem wat beter te leren kennen. Want waar komt nou toch die passie voor portretfotografie vandaan? Het allerbelangrijkste vind ik in contact komen met mensen. Ik heb 10 jaar lang een café gehad in Amsterdam, gerund. En daar is eigenlijk echt de liefde ontstaan voor portretfotografie. Echt met mensen omgaan, met mensen leren kennen. En dat is voor mij portretfotografie, is dat ik ze mogen zitten, dus als het ware hoe jij nu voor mij zit, en dat ik ze mag leren kennen. Soms is het maar voor een paar minuten, maar die paar minuten die breid ik altijd uit. Ja. Het wordt nooit een paar minuten. Maar dat ik ze mag leren kennen, dat ik ze mag fotograferen, en dat zeg ik altijd. Ik ben dankbaar dat ik je voor de lens mag hebben, want dat meen ik echt. Dat ik ze mag leren kennen en dat ik ze op de gevoelige plaat mag zetten. En dat ik soms heel diep mag gaan. Echt de puurheid. Want je kan de mooiste apparatuur hebben. Je kan de mooiste lens hebben. Ik heb diverse opleidingen heb ik gedaan. Fotoacademie, fotovakschool. En daar had ik wel eens mensen om me heen. Die kochten het mooiste van het mooiste. En die zeiden van, nou, nu ben ik professioneel fotograaf. Of nu ben ik fotograaf. Hmm. Nou, no way, Jose. Nee. Het allerbelangrijkste is, wie ben je? Hoe ga je met de camera? Het is the eyes of the beholder. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Super tof om meer over Brandon's en kijk op fotografie te horen. Maar zoals je misschien wel gezien hebt, kan hij niet zo lang stilzitten. Dus laten we weer snel aan de gang gaan. Ik blijf gewoon met die 85 mm. Blijf ik gewoon werken. Ik heb een 35. 1.4 heb ik meegenomen. Maar ik probeer gewoon even kijken wat met die 85. Want het is niet altijd maar alleen mijn portret wat je hiermee moet schieten. Oké? Ik heb hier de ruimte zat. Dus gewoon een paar stapjes naar achteren toe. Oké? Is dat dan ook een manier hoe je echt een beetje die 85 leert kennen als je hem gewoon... Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Weet je, en ik hou van dat ik belemmerd word, snap je? Vind ik helemaal niet erg. Stap je naar voren, stap je naar achteren. Kijk wat je ermee moet doen. Zo leer je fotograferen, snap je? Vroeger, toen ik nog jong was, had ik maar 1 cameraatje met de 50 mm. That's it. Dat moest ik ermee doen. Mooi. En mooi hoe je je bril zo vasthoudt. Ja, mooi. Ja. Kijk, nu laat ik die rimlight van die ramen, laat ik ze werk doen. Oh, wat mooi. Mooi dit. En juist in een andere hoek ga ik je zetten. Uit de kader. Dus ik geef jou ruimte. Ik doe een landscape en ik zet jou tegen de rand aan. Het is eigenlijk heel contra. Normaal gesproken geef je iemand ruimte, zeg maar, als iemand zeg maar in landscape staat. Geef je hem dus ruimte naar te kijken. En nu geef ik hem juist, zit ik hem tegen de rand aan de andere kant. Ik vind het wel heel erg stoer. Je ziet wat er gebeurt, zie je? Top. Dus het geeft een beetje een ander gevoel geeft het. Ja, oké, mooi. Ja, oké, top. Brandon, hoe bedenk je nou tijdens het fotograferen die kleine aanwijzingen? Dus wat je net zei, kin omhoog, is dat gewoon gevoel?
Het is een gevoelskwestie en daarom is het wel heel fijn die interactie te hebben met je model. Dat je gewoon afspreekt van gewoon, wij gaan gewoon die uren gewoon eventjes volmaken. En pak gewoon die extra beelden. En wat is het nou om eventjes gewoon te vragen van oké, jullie zijn de fotograaf. Ik ben het model. Kijken, boom, boom, kindertje omhoog, naar beneden. Stukje zo, omhoog, dit, zo staan. Inkomen, inkomen, inkomen. Wat ook heel fijn van is het staren als een model staart. Hè? De frisse blik, wat ik altijd zeg. Dat is dit, de frisse blik is dit. Wegkijken. Jullie zijn de fotograaf. Die zegt 3, 2, 1, ja. 3, 2, 1, ja. Dan heb je altijd die frisse blik heb je gewoon. En dat is gewoon fijn om die frisse blik te hebben. Hè? Zeker als iemand zenuwachtig is. Want die staat zo, die weet het eventjes niet. Gewoon even wegkijken. 3, 2, 1, ja. Want dan heb je hem. Hè? Je bent aan het fotograferen. Het is een 80ste of een 160ste. 125ste als het mooi weer is. 200ste, 500ste van een seconde. Boom, frisse blik. En het werkt altijd. Dit is gaaf, dit is echt te bizar gewoon. Dit is zo bizar dat tering. Die scalpel, die is gewoon bizar. Moet je kijken, die wordt doorzichtig. Bizar hè? Hey Brandon, je bent nou eventjes aan het werk met de lens. Wat vind je ervan? Die 85 mm is sowieso mijn favoriet. Dat weet iedereen. Toen ik hem in mijn hand kreeg, het eerste wat me opviel was lichten. Voelde lekker aan het lichten. Ik merkte ook gewoon met de camera, de verdeling is gewoon lekkerder. Dus hij is lichter, lekkerder, autofocus, sharpness. Hij is gewoon scherper, is hij gewoon. Hij is bloedscherp, snellere autofocus. Als ik kijk, wat ook heel erg mooi is, hij heeft een extra button heeft hij gekregen. Dus extra custom button heeft hij gekregen, twee stuks. Ook heel erg fijn. Dit is natuurlijk 1.4. Ja. Hoe is die onscherpte voor jou die je daarmee kreeg? Die bokeh, hou op, schei uit. Echt niet normaal. Boter, boter en boterzacht. We gaan eventjes kijken, ik pak even er even eentje bij. Dat is deze Leno, dus gaan we eventjes inzoomen. Ik pak hem. Kijk eens deze hier, die onscherpe. Dat is met dat kwastje van net. Hier. Die onscherpte is al heel erg mooi. Ja, kijk, ook met de achtergrond. Eigenlijk doet hij mij heel erg ouderwets aan. Het heeft bijna voor mij een soort analoogachtige, bokeh. Ja, de onscherpte die De onscherpte, die boterzachtheid. Die is erg mooi. Hij is wat vloeiender. Ook langs de huid. Ik kan hem eventjes hier laten zien. Ja, dat onion effect wat je soms wel had op andere lenzen, zit hier niet in. Hij vloeit meer. Ja. En dat had je meer met analoge lenzen, oudere lenzen had je die. He, cinematisch eigenlijk is het. Ja. Het is veel meer cinematisch. Wat je wel eens had met dat digitale. Ja. He? Er zat zo'n soort crispiness in, zaten er een soort wat randjes in. Waar je het eigenlijk niet wil hebben. Waar je het niet wil hebben, dat heb je hier dus absoluut niet in. Kijk maar, je kan het als het ware nu zien, zie je? Ja, bizar hè? Ja, het is veel vloeiender. Veel smeerbaarder noem ik het. Goede look ook hè? Ja absoluut. En dat kan je ook zien met de allereerste bij dat raam die we hebben genomen. Nou, kijk, je ziet hem hier ook, hè? Zie je? Met die bokeh. Ja, niet normaal, hè? Nee. Nou ja, ik zou zeggen, ik ga lekker verder. Dankjewel. Ik ga lekker verder spelen. Ja. Ook hier weer, wat ik heel fijn vind, is dat ik dit weer in de voorgrond zet. Als je op 1.4 gaat werken, wordt dit blurry en abel in de grond. Dus je krijgt een dieptewerking, krijg je. En dat is, vind ik dus fijn. Hè? Je kan heel clean kan je abel gaan portretteren, wat ik heel fijn vind. Maar ik vind het juist fijn om dit in de voorgrond te zetten. Dus dat je net eventjes dat je een bepaalde dieptewerking krijgt. Mooi dit. Mooi abel. Kijk maar even aan. Ja, gaaf dit. Heel gaaf. Kijk, dit bedoel ik. Hier, straks kun je nog eventjes anders kaderen, maar ik vind het fijn. En zeker als je voor magazines gaat werken, hou daar ook rekening mee. Er kan een hele mooie tekst kan erin komen, snap je? Ook op internetpagina's, wat dan ook. Ja, ook daar in de opmaak, hou daar even rekening mee. Kan een hele mooie tekst, kadertje komen
voor teksten of wat dan ook. Ja. Wat heel belangrijk is, is pak je moment. Als je twijfelt, denk niet van, oh had ik maar. Nee, pak het moment en doe het. Wil je nou meer weten over Brandon of de nieuwe 85mm f1.4 Mark II van Sony? Check dan snel de links in de omschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende.